Vanaf Facebook zenden we weer uit. Nou, op dit ogenblik hebben we ook te gast Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Ik zie dat de live verbinding met hem op dit ogenblik even eruit ligt. Ik ga het even weer opnieuw proberen hem weer verbinding te maken. Maar dat zo dadelijk allemaal. Het is vandaag de 21ste. De 21ste april. En dat is voor mij op zich wel een hele belangrijke datum. Ik ga eens even kijken of ik Adriaan weer... er ging inderdaad wat mis. Jij bent er al. Nou, ik kom zo dadelijk kom ik bij je. Adriaan, die hangt alweer, zoals dat zo mooi heet. Maar ik wil toch even vandaag, de 21ste, wil ik toch even aandacht voor het volgende. Want 3 jaar geleden moest ik afscheid nemen van deze grote vriend van mij. En ik wilde toch een klein eerbetoon aan mijn makker. Een grote vriend, Prins. Jongen, wat mis ik je. Man, echt onvoorstelbaar. Dus, maar dat is mijn kleine eerbetoon aan mijn grote vriend vandaag. En we gaan ook snel weer verder, want we hebben namelijk in de uitzending Adriaan Posma. Maar we beginnen ook altijd met Kogel. Hoe is het met Oe Pruitke? Hebben we ook altijd wat leuks om te laten zien. En zo hebben we ook de dames. Die kunnen waarschijnlijk, want straks om 7 uur is natuurlijk minister-president Rutte is weer aan het woord. Kijken of die ook zegt of de dames weer naar het strand toe mogen. En in welke hoedanigheid en in welke vorm. Laten we eens kijken. Ik kan me voorstellen dat zo'n bikinietje er in de toekomst zo uit gaat zien. Met een extra bijpassend kleurend mondkapje. Maar de horeca, mag die misschien weer open? Laten we daar ook eens eventjes naar kijken wat daar de mogelijkheden in zijn. Kijk, nou, hoppa, zo zou het dan misschien kunnen op deze manier. Maar we gaan weer even verder, we gaan door met het volgende. En dat is namelijk Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Hartelijk welkom Adriaan, leuk dat je er weer bent. Mooi dat je weer tijd wilt vrijmaken. De derde keer inmiddels. Dus vandaar dat ik ook zeg van dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Posma Financieel Advies. Hey, zeg, hoe is het met u? Ja, goed. Eigenlijk, wennen wil ik niet zeggen, hè, want je begint al te wennen naar de omstandigheden waar je natuurlijk in zit. Mm-hmm. Alleen, weet je, wennen doet het nooit. Ik hoop ook dat het natuurlijk wel weer snel verandert. Met, je ziet ook wel mensen die behoefte wel weer hebben. Je ziet ook wel weer mensen die wel weer meer vrijheid pakken. Ja. Ga ik zakelijk kijken, dan zijn het op bepaalde onderdelen waar ik mee bezig ben, is het heel erg druk. Hypotheken. Op bepaalde onderdelen is het wel rustig. Hè? Dus autoleasing en pensioen bijvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. We zijn echt benieuwd wat er vanavond natuurlijk ook uitkomt. Ik denk wel dat ze een tipje van de sluier hebben opgelicht gisteren. Ja. De verwachting is wel dat de scholen wel weer wat losser gelaten worden, maar dat toch wel horeca en ook andere zaken toch nog wel dicht blijven tot het moment na de meivakantie. Goed, dat is voor heel veel mensen toch wel weer een slag. Hadden toch verwacht dat het nu alweer meer vrijheid zou komen. Ben erg benieuwd. Ik zie toch wel wat schrijnende gevallen natuurlijk om mij heen. Moet ook niet te lang stilstaan. Dus ik hoop op een beter bericht dan waar ik nu zelf aan denk. Ja, oké. Okay. Nou ja, hoe dat, Adriaan, ik kan me voorstellen dat de vaste kijkers hier bij Kogel Huismeroep-Pruitke misschien een paar vragen hebben. Want je sprak net zelf de hypotheken al aan. Hè? Er wordt gesproken over stijging van hypotheken. Dus daar heeft bijna iedereen die een koophuis heeft, die heeft daar dan mee van doen. Dus mochten er nou kijkers zijn op dit moment die ook vragen hebben aan je, kunnen ze ook dus rechtstreeks bellen naar de studio. Dat is dan 06-53-124-129. Maar je kunt dus ook zeggen van, ik geef een comment hier op Facebook. Dat kan ook, dan kunnen we die vraag meteen behandelen. Dus denk je echt dat het een doemscenario wordt, Adriaan?
Ja, daar lijkt het wel op. Je ziet vaak ook met de derde dinsdag van september, hè, de troonrede, dat die vaak wordt uitgelekt een dag daarvoor. Mm-hmm. Een paar dagen daarvoor. En ik hoorde gisteren ook al wat berichtgeving en dat wordt vaak een beetje ingefluisterd, zodat vandaag de boodschap wat zachter kan landen. En daaruit hoor ik toch wel heel duidelijk dat ze de polen wel wat open willen stellen. Ja. Niet volledig, maar wel wat meer open willen stellen. Ik geloof ook dat ze sport weer wat meer willen vrijgeven. Dat voornamelijk voor de jongere garde van ons. En dat eigenlijk alles wel bij hetzelfde blijft verder tot aan het einde van de meivakantie. Omdat ze bang zijn op toch wel die piek. Ja, die herbesmetting. Die gaat komen. Ja. Ja, dus dat is een beetje mijn verwachting. Ondanks dat ik hem wel verrassend vind, want ik had wel verwacht dat er iets meer vrijheid zou komen. Ook dat er natuurlijk in de horeca wel naar ideeën wat gezocht om die anderhalve meter te bewaren. Daar kwam natuurlijk wat tegenstanders op. Zeker als je wat kleiner bent, maar ook wel wat voorstanders die, ja, als je de zaak wat groter hebt, dat je in ieder geval weer los kunt gaan, wat meer los kan gaan dan wat je nu doet. Dus ik ben heel erg benieuwd van wat er vanavond besloten wordt, maar ja, mijn verwachting is wel het eerste wat ik wil. Ja. Nou, op dit ogenblik Winfried Fransen doet mee, Theo Schuring die kijkt mee. En mocht je nou vragen hebben aan Adriaan Postma over jouw hypotheek, over jouw verzekeringen, over jouw lease, over jouw pensioen, dan kun je die op dit ogenblik vragen aan Adriaan Postma. Je kunt dus ook rechtstreeks bellen hier naar de studio op 0653-124-129. Dus, maar je kunt er gewoon een comment geven. Ik heb hier mijn Facebook openstaan, dus kun je daar ook intikken. En dan kun je op die manier ook je vraag stellen. Nou ja, ik heb dus al iets van begrepen dat hypotheken, dat die gaan... Dat die weer gaan stijgen. Je gaf in een van de eerste uitzendingen gaf je een voorbeeld. Wanneer een hypotheek 0,5% stijgt. Dat wel eens 20.000, 30.000 euro over de hele termijn kan schelen. Dat is serieus geld, man. Ja, dat is serieus. Moet je niet vergeten dat de rente enorm laag staat. Ja. Historisch laag. Hè? Rentetarieven voor 20 jaar vast op 1,32%. Ook ongekend laag. Ja. Dat betekent dus op het moment dat je nu wat doet of een maand geleden. In beide gevallen ben je natuurlijk erg goedkoop uit. Alleen we zien die rente stijgen. Nou, kijken we naar de rente, die is de afgelopen weken bij de meeste toch wel een 0,3% gestegen. Ja, de looptijden van hypotheekrentes wordt op het algemeen op dit moment niet voor een 10 jaar vaste rente gekozen, maar toch voor een 20 jaar of zelfs een 30 jaar vaste rente. Ja. En ga je dan kijken en je pakt dus een aantal weken geleden en je zal daar 0,3 of zelfs 0,5% bij optellen. Ja, dan betaal je over die 20 jaar al heel gauw een 20.000 euro meer rente dan wat je een aantal weken geleden had. Dus ja, weet je, dat zijn eigenlijk een beetje de verschillen. En zo moet je ze ook wel laten zien. Je beseft er waarschijnlijk ook wat minder. Ik wil niet zeggen dat je een slechte deal doet nu op dit moment, absoluut niet. Maar het lijkt wel erop dat, ja, goed, dat we natuurlijk in die onzekerheid blijven de komende tijd. En dat die rente ook wel door die onzekerheid ook wel omhoog gaat. Dus vandaar dat we het ook merken. We zien gewoon echt dubbel het aantal aanvragen wat we normaal hier binnenkrijgen. De mensen heel gauw nu ook die rente willen vastklikken voor die termijn. Ja, dus op het moment dat je nu zegt van ik sluit hem als nu op dit ogenblik af... dan kun je dus eigenlijk een zak met geld verdienen voor de oude dag. Ja, nou ja, weet je, je doet dat natuurlijk voor je financiert natuurlijk je woning op dit moment. Ja. Maar het zorgt er wel voor dat je natuurlijk 20 en misschien wel 30 jaar vooruit kan kijken over jouw woonlasten. Ja, 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 ja. Dat is wel de zekerheid die je graag wil, zeker als dit het dieptepunt is van de rente. Dan ben je echt verzekerd voor een lage maandlast. Ja. Dus er is op dit ogenblik dus wel serieus geld te verdienen, zeg jij. Absoluut, absoluut. Ja. Ja, ook als je dus een termijn nog te gaan hebt. Hè? Want ik kom natuurlijk in de praktijk heel veel gevallen tegen. Die zeggen, ja, ik moet nog 2 jaar of ik nog 3 jaar heb ik die rente vast. Ja. Zeg, volgens mij, ik weet niet of jij mij nog hoort, maar ik zie dat je bevroren bent. Als ik nu onderbreek, dan moet ik een boete betalen. Hè? Dat zijn soms bedragen van...
Kun je hem even herhalen, Adriaan? Want je viel namelijk even weg in de lijn. Ja, dat klopt. Van 20.000, 30.000 euro, die, wat soms de verschillen zijn. Ja. Dus 20.000... Ja, ben ik er weer? Ja, je bent er weer, ja. Ben ik er weer? Ik hoor jou weer en je bent ook... Ja, dat is zoals boetes zijn voor... Dat is zoals boetes zijn voor... Ja, prima. Nee, dat is zoals boetes zijn van 20.000, 30.000 euro. Ja. Alleen je moet voor jezelf gaan bekijken, kan ik die over die termijn terugverdienen? En dat is reëel absoluut terug te verdienen. Ja. Op het moment dat je dus die besparing nu kunt pakken iedere maand, dan begin je al de komende jaren met besparing, maar ook die 20 jaar daarna heb je de besparing. Dus ja, ik kom verschillen tegen van 80.000, 90.000 euro over de hele looptijd. Ja, dan kun je best die pijn nemen van die 20.000. Ja. En die boete is gewoon financierbaar en ook aftrekbaar van de belasting. Dus ja... Dus je zit best wel aan. Aftrekbaar van de belasting dus, die boete. Ja. Nou, ook dat is weer, hoe dat is ook weer iets wat ik niet wist. We hebben het dan weliswaar nu over de hypotheken gehad, maar ik lees ook en hoor ook dat er op dit ogenblik een stijging is, te verwachten is van het aantal scheidingen. En ja, klopt. In hoeverre... hoe gaat het dan bijvoorbeeld met je huis? Ja, weet je, om even daarop op in te haken. De verwachting is dat er een derde meer gaat scheiden de komende periode. Ja. Ja, wat voor oorzaak dat heeft, dat kan mensen natuurlijk wel voor zichzelf bedenken. Hè. We zitten wat dichter op de lift. Kan heel gezellig zijn, maar kan ook wel eens heel vervelend zijn natuurlijk. En dat betekent dat de verwachting is dat het aantal scheidingen, wat normaal gesproken op 30.000 scheidingen per jaar ligt, dat hij naar 40.000 scheidingen gaat dit jaar. Okay. Dat is een derde stijging. Daar is er wat wetswijziging geweest bij 1 januari. Ja. Waar het wat soepeler wordt om te scheiden. Wil je absoluut niet op hoeven te gaan scheiden natuurlijk. Hè? Maar wat daar in de verwachting is dat 1 januari is het in de leven geroepen dat je niet 5 jaar of 12 jaar lang paralimentatie moet betalen. Maar dat het nog 5 jaar maximaal zo is. Zowel onder bepaalde voorwaarden, dat je wat jonger getrouwd bent, hè, niet zo lang getrouwd bent. Maar dat is eigenlijk de termijn, dus dat betekent dat de som voor de partner wat minder groot is dan vroeger. Ja. En daarnaast zijn er absoluut mogelijkheden om ook in je woning te kunnen blijven zitten, ondanks dat je gaat scheiden. Dus van, ik moet het op 1 inkomen financieren. Er zijn absoluut mogelijkheden bij geldverstrekkers, ook bij je huidige geldverstrekker, om wel te kunnen blijven wonen. Ja. Worden wat andere toetsing-elementen op toegepast. Dan worden wat ruimer ook getoetst. Om maar te zorgen dat je ook op datzelfde adres te kunnen blijven wonen. En daar willen we uiteraard vrijblijvend naar kijken, mocht dat het geval zijn. En ook berekenen vrijblijvend of dat ook wel of niet mogelijk is. Vaak wordt er gezegd, ja, we moeten het huis wel verkopen, maar dat is absoluut niet waar. Nou ja, op dit ogenblik zijn we dus in gesprek met Adriaan Posma van Posma Financieel Advies uit Oldenzaal. En Adriaan geeft dus allerlei tips, maar hoe dat, ik weet ook dat mocht je met vragen zitten en ze niet hier rechtstreeks in de studio willen vragen, dan kun je altijd met Adriaan contact opnemen, hè, hoe dat bij op kantoor, en dan helpt hij je natuurlijk daar ook in. Mocht je nu op dit ogenblik al een vraag hebben, kun je hem ook stellen gewoon hier in de studio. Je kunt bellen naar 06-53-124-129. Maar ik heb hier ook mijn laptopje openstaan. En daarin kun je dus ook een comment geven. Zo zie ik dat Chris Verbeke meedoet uit België. Amai jong, leuk dat je kijkt. En Remco Schothuis kijkt mee. Hermine Post kijkt mee. Stef Roort kijkt mee. Ik zag ook net al dat... overmaken. Ja, Chris... Dat is een gouden ouwe. Peter Willemsen kijkt mee. Jürgen Peters, een collega van mij uit Duitsland, kookt ook met van 1-2-3-TV. Nou, Arnold Buurman kijkt mee. Winfried gaat net de duimpjes al omhoog. Dus mocht je dus vragen hebben aan Adriaan, kun je die dus gewoon of rechtstreeks stellen hier. En anders, hij is natuurlijk ook op kantoor te bereiken. Maar... die scheidingen wordt meer. Dus, maar aan de andere kant betekent dat ook voor jou, als er meer gescheiden wordt, betekent dat al die mensen ook weer een extra huis moeten hebben. En dat betekent ook voor jou ook weer handel, of niet? De ene dood is anders een brood, zeggen ze wel eens. En dat is in dit geval natuurlijk wel zo. Ik bedoel, ik roep je absoluut niet op tot meer scheiden. Maar ja, weet je, wij krijgen natuurlijk steeds meer van dat soort aanvragen binnen.
ook wel sinds de versoepeling per januari hebben gemerkt, hè, dat mensen een beetje hebben afgewacht. Ja. Ja, wij kunnen er uiteraard bij helpen. We willen ook wel eens ja, samen natuurlijk met de ex-partner of met een huidige partner om tafel om te kijken van ja, belangrijk is voor hun om te zorgen dat het gezin op de huidige situatie kan blijven wonen. Ja. Een hele belangrijk uitgangspunt om te zorgen dat er in ieder geval rust blijft. Daar helpen we bij. Daarnaast ja, doen wij ook heel veel in samenspraak met notarissen natuurlijk. Ja. Hè, om daarin tot een goede omgang te komen. We werken ook samen met mediators die dus de scheiding verder begeleiden. En wij pakken echt het financiële plaatje op. We gaan doorrekenen waar je op uitkomt in de maandlast. Maar daarnaast ook kun je blijven wonen. Waar moet je aan denken op het moment dat je dus een alleenouder bent. We hebben ook toeslagen. Ja. Dan best wel veel zaken waar je natuurlijk mee te maken krijgt. En daar kunnen we bij helpen. En we kunnen ook doorrekenen of de andere partner natuurlijk ergens anders wil gaan wonen. Of dat ook mogelijk is. Ja. Dus wel complexe zaken, maar ja, daar zijn we goed in thuis. Ja, op dit ogenblik hebben we nog steeds te gast Adriaan Posma van Posma Financieel Advies. Ik zie dat Sylvia Fransen meekijkt, Erik Luft kijkt mee uit Op Marsum, Edwin Boeverink die kijkt mee. Mocht je vragen hebben aan Adriaan betreffende bijvoorbeeld je pensioen of een verzekering. We hebben het dan nu even gehad over scheidingen en hypotheken. Maar dan kun je of rechtstreeks hier in de uitzending stellen door te bellen hier naar de studio. Hè, dat kan. Maar je kunt hem ook gewoon, en als je wilt bellen naar de studio, is dat 0653-124-129. Maar ik zei het net ook al, ik heb gewoon mijn laptopje openstaan, dus ik kan gewoon meekijken wie er meekijkt. Maar dat betekent ook dat jij even je comment kunt invullen. Dus dat is ook mogelijk. En dan kan ik die vraag rechtstreeks doorplaatsen naar Adriaan Posma. Op verzekeringgebied, wat gebeurt er op dit ogenblik? Stel dat je bijvoorbeeld schade hebt, gaat zo'n verzekering op dit ogenblik ook snel uitbetalen? Want die zullen ook in financiële problemen zitten, lijkt me. Nee, bij verzekeringen moet ik eerlijk zeggen dat op zich gewoon normaal verloopt. Ik merk zelfs dat er natuurlijk ook minder schademeldingen zijn. Hè? Ja. Je ziet natuurlijk, als je kijkt naar als je nu de snelweg op de normale weg rijdt, dan zijn er een stuk minder auto's onderweg. Dus, op het verhaal van autoschade merk ik gewoon dat wel een stuk minder is. Mm-hmm. Kijk, inboedelschades, dat neemt wel toe natuurlijk. Hè. Kinderen zijn meer thuis. Hè, dat het een keer ergens schade ontstaat, is natuurlijk wat groter. We merken niet dat daar achterstanden op dit moment zijn. En op zich staan de verzekeraars er goed voor. Er wordt natuurlijk gewoon maandelijks de premie nog steeds betaald. We merken natuurlijk wel wat meer zorgen over de zakelijke verzekeringen. Hè. We hebben natuurlijk ook wel behoorlijk wat zakelijk schadeklanten. Te denken aan horeca, evenementenbedrijven. Ja. Daar ga je natuurlijk op termijn merken op het moment dat soort bedrijven gaan omvallen. Dat natuurlijk wel behoorlijk wat impact heeft op onze portefeuille, maar ook die van de verzekeraar. Maar op dat moment, we merken natuurlijk nu wel wat moeizame tijden voor die ondernemers, maar ze vallen nog niet bij bosjes om. Mm-hmm. Maar dan gaan we natuurlijk de komende maanden wel zien als de overheid niet snel gaat uitbetalen en met aanvullende regelingen komt. Ja. Ga je natuurlijk wel zien dat die ondernemers het extra zwaar gaan krijgen en mogelijk failliet gaan, wat heel triest is natuurlijk. Nou ja, kan het nu ook zijn dat je zegt van er zijn bijvoorbeeld minder auto's op de weg, dus minder schadegeval? Kan het ook zijn dat die premie omlaag gaat dan? Of verwacht je dat? Nou ja, alles heeft daarmee te maken. De wet is daar een aantal jaren geleden op aangepast. Dat iedere rubriek, dus ieder onderdeel van de verzekering, een los bedrijf moet zijn binnen een verzekeraar. Dus die moeten ook los van elkaar, moeten zij gewoon winst draaien. En vroeger werd het op één hoop gegooid en werd er gestund met bijvoorbeeld de autopremies. We merken nu dat veranderd is. En dat ze dus af en toe wat scherper en ook wel wat duurder zijn geworden. Maar op het moment dat er natuurlijk minder schadesgevallen zijn, zal die autoverzekering goedkoper worden. Ja, dat is absoluut is dat zo. Okay. Alleen ja, we praten nu natuurlijk nu normaal over een termijn van een maand, anderhalf. Het heeft nog niet heel veel effect. Maar als dit langer doorduurt, heeft dat een gevolg absoluut, ja. Ja. In positieve zin. Oké, dus dan misschien minder premie. Maar kan het ook juist andersom zijn? Dat is het dat juist nu door het hele verhaal het allemaal veel duurder wordt? Nou ja,
Kijk, ik gaf aan dat de inboedelschades particulieren natuurlijk wel behoorlijk zijn toegenomen. Ja, dat heeft wel gevolgen. Hè? Op het moment dat daar natuurlijk meer geclaimd wordt, uiteindelijk betalen we natuurlijk met z'n allen die premie. Dus op het moment dat, dat er meer schades zijn, dan zal dat wat verder omhoog gaan. Dan ben ik wat minder bang voor die inboedelpremie. Hè? Dan praat je de maand toch over een ander bedrag dan de autoverzekering. Maar alles heeft wel met elkaar te maken. Als we het gaan hebben over pensioenen. Wat is op dit ogenblik de gouden tip van jou wat te doen met je pensioen? Er zijn wat mogelijkheden met kleine verzekeringen. In het verleden zijn er bijvoorbeeld lijfrente aanvullende verzekeringen gesloten. Te denken is dat je vroeger ooit een keer een spaarloonverzekering bij je werkgever, dat je die doorstortte naar een pensioen. Daar ben je destijds een keer mee gestopt met betaling. Er zijn namelijk mogelijkheden om een kleine pensioenpot van een waarde van minder dan 4400 euro, 4475 in totaal, om die af te kopen tegen een wat lager belastingtarief zonder boete. En dat zou in deze tijd interessant kunnen zijn. Ze hebben eigenlijk een appeltje voor de dorst. Ik zie dat bedrag niet heel hoog is. Als ik dat tegen mijn pensioendatum krijg, dan krijg ik jouw 50 euro per maand uitbetaald. Doe me nu dat bedrag maar. Dan kan ik wat warmer door de coronatijd heen. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja, daarnaast natuurlijk blijft het altijd interessant om aanvullend pensioen te regelen. Ja, dat zou ik alleen maar doen op het moment dat je natuurlijk geld over hebt om je pensioen wat aan te sterken. Ja, fiscale mogelijkheden om ook de premie daarvan af te trekken, die zijn er. Maar goed, dat praat ik alleen maar over mensen die op dit moment zeggen van, nou, ik heb geld over en ik zou dat op een slimme manier willen wegzetten. Geldt dat nou ook voor die woekerpremies, voor die woekerpolissen, dat je die in één keer afkoopt, weg ermee met die ellende, want in mijn geval 2039 hou ik er waarschijnlijk toch geen dubbeltje meer aan over, althans daar ga ik van uit, dat het dan gewoon op is aan kosten. Ja. Is dat een optie om te doen? Absoluut. Als die maar onder die verzekeringen vallen met een waarde van 4475, dan kun je dat fiscaal vriendelijk afkopen. Nogmaals, wat is fiscaal vriendelijk? Hoeveel procent? Ja, dat je er wel belasting over moet betalen. Eigenlijk de belasting waar je nu normaal gesproken je loon ook afrekent. Maar kijk je naar het verleden, dan heb je die premie ook afgetrokken tegen hetzelfde tarief. Dus dat betekent dat je eigenlijk op dit moment wordt belast tegen datzelfde tarief. En niet dat er een boete van de belasting overeenkomt van een procent of 20, wat revisierente is. Dus daarin zijn ze wat soepeler geworden de afgelopen tijd. Dus ja, daar zou je van kunnen profiteren. En daar willen we uiteraard ook in meekijken, vrij blijven. Oké, nou, we zijn in gesprek met Adriaan Posma van Posma Financieel Advies uit Oldenzaal. Mocht je een vraag hebben aan Adriaan, hè, bijvoorbeeld over je pensioen of over je hypotheek, dan kun je die gewoon stellen hier of via Facebook. Ik zie dat René Bekhuis ook meekijkt op dit moment. Mocht je dus een vraag hebben, kun je hem ook stellen gewoon hier rechtstreeks in de studio. Je kunt gewoon bellen en dat is dan 0653-124-129. Dat kan dus ook. Nou, we hebben hypotheken besproken, we hebben wat pensioen besproken, we hebben wat verzekering besproken. Maar jij doet ook lease. Autolease, is daar op dit ogenblik nog wat spannends mee aan de hand? Nou ja, we merken dat het daar echt wel rustiger is. En daarin zijn natuurlijk de keuzes voor klanten, die maken ze voor een langere termijn. En heel eerlijk, bedrijven waar we natuurlijk aanbiedingen neerleggen, die zijn op dit moment terughoudend, hè, weten niet waar ze aan toe zijn met hun bedrijf. Dus stellen toch wel dat soort zaken uit. Kijk je naar particulier, dan is daar wel beweging, want je hebt toch uiteindelijk ergens een keer straks je beurt, je APK. En zit je tegen een groot onderhoud aan, dan kan het best zo zijn dat het interessant is om gewoon een vast maandbedrag te betalen en dus een private lease auto te nemen. We merken daar nog wel beweging, maar niet zo fors als een maand geleden bijvoorbeeld. Okay. En we merken daarin toch wel beslissingen die je moet nemen voor 3-4 jaar na het moment van nu. Dat mensen toch zoiets hebben, we gaan even de komende maanden aankijken hoe dat gaat. En ook wel logisch natuurlijk, als je een beetje de problematiek bekijkt op dit moment. Ja. De vorige keer zei je ook dat het mogelijk was om auto's, zeg maar, eruit te halen op dit ogenblik.
Ja. En op die manier een kostenbesparing door te voeren? Nou ja, dat sloeg op zakelijk. Hè? Op het moment dat je dus bijvoorbeeld nu een auto zakelijk gekocht hebt, een aantal jaren geleden. En je zegt van ja, weet je, ik moet bij die bank aankloppen om mezelf de komende periode doorheen te slepen. Mm-hmm. Dan zijn er mogelijkheden om je auto te verkopen aan de leasemaatschappij en op dit moment ook terug te leasen. Dat betekent dat je een vast maandbedrag gaat betalen, maar dat je wel bijvoorbeeld 20.000 euro op je rekening gestort krijgt. Omdat dat de waarde van de auto is. Ja. Het zou best wel met ondernemers op deze manier makkelijker geholpen kunnen worden dan dat je nu bij een bank aan moet kloppen. Nou ja, we gaan het ook allemaal wel weer meemaken. Vooral straks om 7 uur gaan we weer kijken. Verwacht jij dat de horeca misschien alweer voorzichtig los mag? Ja, wat ik in het begin van de uitzending zei, dat ik bang ben dat nog niet plaatsvindt. Ja. Ik denk dat ze bang zijn voor die piek. Dat ze nog te weinig onderzoek hebben gedaan of dat allemaal... Dus ik verwacht nog wel dat 2 weken wordt uitgesteld als ik dat eigenlijk een beetje de verhalen van gisteren moet geloven. Ja. Dus ja, het zal, ik zal blij verrast zijn als we uiteraard gewoon weer open kunnen. Dat ik zie natuurlijk al wat ondernemers om mij heen die al mooie oplossingen hebben gevonden. Maar heel eerlijk zit je met een kroeg waar 40, 50 man in kan. En je kunt daar vervolgens straks 20 mensen in kwijt. Dan is de vraag of je daar natuurlijk heel blij van wordt als eigenaar. En of dat überhaupt kostendekkend kan zijn. Dus daar moet absoluut een heel andere oplossing voor gevonden worden. Misschien wel wat verruiming, zeker als het mooi weer is, om naar buiten te kunnen. En een terras of die manier iets meer ruimte te creëren. Nou ja, er wordt al gezegd, eigenlijk moet het kopje koffie met die 1,5 meter economie, moet 3 keer zo duur worden. Omdat je de ondernemer kan 3 keer zoveel minder volk kwijt in zijn zaak. Dus gaan we dan nog op dat terrasje zitten als dat kopje koffie in plaats van 2 euro 8 euro moet gaan kosten? Denk je niet? Ja. Dan vallen er ook heel veel om. Ja, weet je, wat ik wel merk is dat er wel heel veel sympathie is natuurlijk voor die ondernemers in deze tijd. Ja. Meer betalen voor het kopje koffie zou absoluut geen probleem zijn, denk ik. De meeste mensen houden op dit moment natuurlijk ook meer geld over, hè, doordat ze niet naar het restaurant gaan en... maar goed, het 3-4 keer zo duur maken zal overdreven zijn. Maar dat we iets meer moeten gaan betalen in de komende tijd. Ik geloof niet dat daar mensen heel veel problemen over maken. Maar ik zou bijvoorbeeld ook iets zien in verruiming. En dat betekent dat je zegt, van, nou weet je, op het moment dat het mooi weer is. Of maak een overkapping bij een horecaondernemer. Waar mensen ook kunnen gaan zitten. Zodat je net iets meer ruimte kunt creëren. Mm-hmm. Of meer plek. Hè? Dus wees wat soepeler daarin. Ja. Ik zit even te denken aan het Marktplein in Oldenzaal. Verruim de terrassen wat meer, zet het wat meer uit elkaar. Het plein is immers wat groter. Zo kun je de ondernemer wel van dienst zijn door toch die 1,5 meter na te streven, maar net iets wat minder kinderachtig te zijn over de erfgrenzen die er zijn. Nou ja, Arnold Tukkers die reageert, hè, die zegt van ja, met 20 man in een kroeg, wat jij net aanhaalde als voorbeeld, hij zegt, daar kom je eigenlijk als kroegeigenaar nog wel heel goed weg. Want hij zegt, de meeste kroegen hebben helemaal niet zoveel ruimte om 20 man te kunnen, kunnen handelen. Ja, zolang het meer mooi weer is, zie ik die oplossing. Dus even, ja, weet je, ga naar buiten toe, ga kijken of je daar wat meer ruimte kunt creëren. Een mooi voorbeeld is natuurlijk dat Oldenzaalse plein, waar je, ja, als je de terrassen gewoon wat verder weg van elkaar zet en je vult het verdere plein. Ja dan kun je daar echt wel een paar 100 stoelen meer creëren. Dan wat er normaal gesproken kan, zodat je toch wel die ruimtes ontstaat. Maar goed, helaas hebben we die ruimte niet overal. En gaat het heel veel ondernemers, horecaondernemers, heel veel pijn doen de komende periode nog. Ik zie op dit moment dat Arnold Tukkers meekijkt. Maria Dijkhuis kijkt mee. Thomas Groot-Bevelsborg, oude Bevelsborg, die kijkt mee. Mochten jullie vragen hebben aan Adriaan, bijvoorbeeld over je pensioen, over je hypotheek, over een verzekering, dan kun je gewoon bellen naar de studio op 06-53-124-129. Of doe het net als Arnold, die tikt gewoon op Facebook hier een berichtje in. En dan kan ik die opmerking ook doorplaatsen naar Adriaan Posma. Ja, Adriaan, ik zou haar zeggen, het is gewoon afwachten wat de regering gaat doen. En daar weer op te anticiperen, ook jij met jouw bedrijf, ik met mijn bedrijf en vele ondernemers. En ook heel veel mensen die op dit ogenblik thuis zitten, denk ik. Ja,
Ja, die onzekerheid maakt het gewoon niet fijn natuurlijk. Hè? Dat is, waar we uiteraard mee bezig zijn. Waar iedereen natuurlijk mee te maken heeft, zeker als je ondernemer bent. Je moet riemen waar je, de roeien die je hebt natuurlijk. Maar goed, het blijft gewoon een lastige tijd. Hè? De onzekerheid die voortbeduurt. Dus ik hoop dat ze vanavond echt wel wat meer duidelijkheid kunnen geven. En dat we vooruit mogen kijken naar een andere toekomst. Ja. Maar dat dit nog een tijdje gaat aanhouden, zeker op basis van die anderhalve meter, dat verwacht ik wel. De komende maanden zal dat zeker zo plaatsvinden. Ja, ik ben benieuwd waar het naartoe gaat. Maar ook daarin blijf bewegen, dat vind ik wel belangrijk. Ook als ondernemer, zorg ervoor dat je in actie blijft, dat je de picture blijft van je en je huidige klant, maar ook nieuwe klanten, om op die manier wel door te kunnen. Nou, Arno Tukkers die reageerde net ook op jouw voorstel. Je gaf Oldenzaal als voorbeeld om daar het marktplein vol te gooien. Hij zegt, want Arnold woont in Denenkamp. Die zegt ook van, ja, we gebruiken eigenlijk nu alleen maar het marktplein voor de markt. Waarom dat ook niet helemaal vol gooien? Dus hij anticipeert eigenlijk en reageert daarmee op jouw verhaal, op jouw voorstel. Maar ja, dat kan alleen in de zomerdag. Dus, ja. En als het ook in de zomerdag wilt wel eens regen. He, dat hebben we de Boeskills West regelmatig meegemaakt. Dan trekt iedereen toch weer naar binnen. En dan heb je die anderhalve meter oplossing. Ja, dat betekent dat met weinig mannetjes en vrouwtjes in de kroeg kunt staan. Ja. Dus heb je op dit ogenblik nog als Adriaan Postma een gouden tip van hey, denk hier vooral aan. Beginnen we eens met de hypotheek. Wat is het belangrijkste op dit ogenblik om in coronatijd in de gaten te houden wat je hypotheek betreft? Even een aantal zaken die belangrijk zijn. Heb je een hypotheek wat nog een aantal jaren vaststaat? Schroom niet om die eens een keer te laten berekenen door je adviseur. Uiteraard wil ik dat ook doen. Ook boetes van 20.000, 30.000 euro zijn echt terug te verdienen. Dus dat zijn mogelijkheden. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je huidige hypotheek om die aan te passen. Dat kan onder andere door rentemiddeling te doen of een risicoklasse aanpassing. En dat is even kort, risicoklasse aanpassing betekent je woningwaarde is behoorlijk gestegen. Het risico voor de bank is afgenomen. Dat betekent dat je de rente kunt aanpassen bij de bank. Ook daar wil ik vrijblijvend in meekijken. Okay. Wat nog meer belangrijk is, en dat is een tip over de overlijdensrisicoverzekering die afgesloten zijn de afgelopen jaren. Wij worden gemiddeld 10 jaar ouder dan vroeger. Dat betekent dat de premies voor die overlijdensrisicoverzekering die afgesloten zijn de afgelopen jaren vele malen lager en goedkoper zijn geworden. Oh joh. Okay. Dus ook daarin is een behoorlijke besparing in te realiseren. Aha. Ook die willen wij vrijblijvend een keer doorkijken. En dan kom ik echt ook besparingen tegen van 40-50% op de premie. Jezus, dat is serieus geld zeg. Nou. Ja. Ik denk dat dit een hele mooie is om mee af te sluiten. Laten we gewoon afspreken dat we volgende week gewoon weer een pruutje hier doen op Facebook. En dan gaan we het gewoon weer over nieuwe handelen hebben. Want ja, wie weet wat er allemaal straks om 7 uur gezegd wordt. En dat gaan we dan vanzelf wel meemaken en dan kunnen we daar weer op anticiperen. Adriaan, ik bedank je bij deze hartelijk voor jouw tijd die je weer hebt vrij willen maken voor het volgende Hoefstelhoek-Pruitke. En dan zou ik gewoon zeggen, tot volgende week dan maar weer. Hey, helemaal goed. Doet hem. Groetjes, hè. Oké, okay, dankjewel. Hey, ciao. Hoi. Zo, nou, dat was dus Adriaan Postma. Je kunt natuurlijk ook altijd zijn website even bezoeken en contact met hem opnemen, telefonisch of per mail, mocht je vragen hebben in die richting. Nou, hoe dat verder heb ik zelf nog even wat. Stel nou eens dat jij zegt van, joh, ik heb een hulpvraag. Nou, daarom denk ik van, weet je wat, we hebben hier iets nieuws. Dat is dan Kogels Nobbers hulp, Nobberhulp. Nou, mocht jij een hulpvraag hebben of juist iets zoeken, neem dan even contact met ons op info@videocontentcompany.com. Dan kunnen wij, of je stelt jouw vraag hier, hè, middels videobellen live in de uitzending. En anders kunnen we de vraag hier ook stellen in de uitzending. Dat kunnen we natuurlijk ook gewoon doen. En wie weet kunnen we jou dan helpen. Gewoon een beetje nabeschap, iets wat Twente natuurlijk heel erg sterk in is. Vooral dat nabeschap. Nou, eens eventjes kieken. Dan had ik nog via de bagger-app kwam er nog wat voorbij.
En dat was deze. Die vond ik ook wel grappig. Een oud manneke zocht ze via grappilletjes. Maar schijnbaar hadden alle poes hem gehad. Kijk maar naar de staartjes van de poesem. Nou, dat is ook allemaal goed, leuk en aardig. Dan hebben we morgen ook weer uitzending. Morgen heb ik namelijk in de uitzending Jos Pijnappel. Oldenzaal Jos Pijnappel. Jos woont tegenwoordig zelf in Enschede. Maar hij heeft een bedrijf wat arrangeert en hij dirigeert voor orkesten. Dus ook voor de grote evenementen. Maar denk ook aan orkesten dirigeren voor tv. Maar wat hij dus ook heel veel doet is voor HAVA, voor harmonieorkesten. Dat hij daar speciale arrangementen voor schrijft. Maar ja, die mogen ook op dit ogenblik niet bij elkaar komen. Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met zijn handel? Hoe voorziet hij die, de toekomst? Want, laten we eerlijk zijn, er is weliswaar 300 miljoen extra ter beschikking gesteld door de regering voor de evenementenbranche. Maar dat is weer een druppel op de gloeiende plaat met al die ZZP'ers, waaronder ik, in die evenementenbranche bezig zijn. Terwijl er wel 2 miljard staatshulp gaat naar de KLM. En dan moet je weten dat de KLM, ik geloof een bruto nationaal product is iets van 4,4%. Terwijl 3,8% gerealiseerd wordt door de evenementenindustrie. Dus die verhoudingen die kloppen even niet. En ik ben ook wel eens benieuwd hoe Jos daarover denkt. Maar daarover morgen dan meer. Gewoon Jos Pijnappel te gast. Hier in Kogel. Hoe is het met Oe Pruitke? Nou, voor de rest gaan we er dan vandaag gaan we er maar weer eens uit. Ik ga er weer een eindje aan breien. Ik dank je in ieder geval weer voor het kijken naar Kogel. Hoe is het met Oe Pruitke? Door het heen gaan. Blijf vooral gezond. Ik ga nog even zeggen dat Raymond Harms meedoet. Jacqueline Schasvoort kijkt mee. Nou, helemaal goed. Ik ga er een eind aan breien. Tot morgen. Om 2 uur zijn we weer live. En doe me even een plezier. Deel even deze livestream. Want vooral met al die hele handige tips die je gehad hebt van Postma Financieel Advies. Ja, dan zou ik toch echt zeggen van, dit is echt de moeite waard om even, om echt te delen. Want hier hebben jouw vrienden en kennissen hebben hier waarschijnlijk ook heel veel aan deze financiële tips. Je hebt gehoord tips gekregen over besparingen van zelfs 20.000, 30.000 euro op je hypotheek. Dus deel deze stream eventjes. Hey, thank you very much. Nou, tot de volgende keer dan maar weer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postma Financieel Advies.